Eentje van buitenspel, maar het mag door. Dat is de eerste voorzet hard en is de eerste kans meteen daar op de paal getikt. Antwi is er. Wat een begin, bijna binnen een half minuut 1-0 voor Volendam. Hier is Suk. Nog altijd de rechtsback. Zeggen we wat over de personele problemen natuurlijk ook. En hier is Go Ahead weg. En is het dan daar raak? Ja, daar wel! Beltrame scoort. En zo raakt binnen een halve minuut Volendam de paal en scoort een halve minuut later Go Ahead. Geen de kogel betekent dat Beltrame een kans krijgt en die doet het slim. Het is zakverdedigd, ook dat natuurlijk. En dan maakt hij hem perfect af. Hendricks, is hij daar langs? Ja. Krijgt hij hem goed voor? Net niet bij Egan. Het was alweer een minuutje of wat geleden dat er een echte kans was, dus het werd weer tijd. Pedro. Toch geen overtreding maken. Had misschien beter wel gekund, want nu is Tijen ten Den weg. Die doet het zelf, maar Stevens heeft hem. Geen oog voor bijvoorbeeld Visser voor het doel. Schenk. En zo Go Ahead met geruime tijd balbezit op de helft van Volendam. Nog niet heel veel gezien. Goeie paas. Langendijk. En die schiet er bijna in. Prima actie van Pieter Langendijk na een prima aanval van Go Ahead Eagles. En Mischa Salden, trainer van Volendam. Die kon er al snel en kort genomen op het moment dat bijvoorbeeld Schilder nog op weg was naar de voorhoede. Pedro, oh dat is prachtig. Pedro is de penalty. Hij gaat geel krijgen voor de Schwalbe. De panna is prachtig bij Overgoor. Hij gaat denk ik inderdaad wat al te makkelijk liggen. Levert hem dus een gele kaart op. Beukema. Oeh, wat een slechte paas van Beukema. En daardoor is Visser weg. En Visser scoort niet. Schenk doet ook niks verkeerd. Ja, hij heeft veel te corrigeren door de fouten die zijn jonge collega's achterin maken. Maar dat doet Schenk vooralsnog uitstekend. En aan de andere kant twijfelt Verhulst. Komt hij toch maar niet. Vraagt Hendricks de bal voor het doel. En moet Verhulst dan wel ingrijpen. Het is een wedstrijd waarbij de kansen elkaar steeds opvolgen. Van het ene doel naar het andere lijkt het. En Go Ahead pas gevaarlijk wordt als Volendam dat eerst is geweest. Hier komt ook nog geel aan, maar dan voor de Schwalbe. Hij zeer aanwezig, laat zich veel meer horen. Dit is Runderkamp. Oeh, Ten Den is redelijk los voor het doel. Is de paas goed? Ja, het doelpunt is daar. De assist is van de man die net in het veld staat. En de treffer van de oudspeler van Go Ahead Eagles. 6 blije mensen en ongetwijfeld ook een blije steward dus. Gaat ophouden op 7 blije mensen daar in het uitvak. Runderkamp helemaal vrij. Die ziet dat Ten Den toch ook heel erg los wordt gelaten door Schenk. En de paas is perfect. De voorzet is goed. Scoort hij. Tijen Ten Den. Voetballen vraagt het thuispubliek. Ja, met die voorsprong was het eigenlijk allemaal wel prima. Maar nu is er in een achterstand en de conclusie dat Go Ahead niet zo heel goed voetbalt. En daar is Veerman. En is de redding er. Maar de rebound zou er toch moeten zijn. Voor Visser is er eigenlijk niet. Schilder dan. Brengt hem voor. Pedro is het buitenspel. Ja, dus gaat dit niet door. Ten Den. Oh, komt er toch langs. Tijen Ten Den geeft hem voor. En hij zit er niet in. Visser raakt de lat. En daarna geblokt door Suk. Runderkamp komt ook niet tot een schot. Hij was er dichtbij. Als Ten Den hier toch eigenlijk kansloos lijkt in dat duel tussen twee man, maar toch een weg vindt. Maar Visser zelf ook niet kan geloven dat die bal er niet in zit. Visser. Dodeman, de nieuwe man, geeft voor. En weer meteen een assist van de invaller, bijna. Zoals Runderkamp het eerst deed op Ten Den doet nu Dodeman het. Ook hij is weg, ook hij geeft hem laag voor, ook hij bereikt Ten Den. Maar nu is daar geen treffer van de spit. Verhulst komt. Bokst, nou niet echt weg. Probeert te vangen, heeft hem niet. Ja, en het mag door. Het mag door en wordt hij van de lijn gehaald. Oeh, Evers, dat is geen goede bal. En dan ligt het open. Is Hendricks weg? Kan Hendricks op weg naar 2-1? En die maakt hij natuurlijk. Nee, hij maakt hem niet.
Verhulst redt Evers. Misschien niet briljant aangespeeld door Schilder. Nee, dat is volledige fout van Evers. Die hem zo in de voeten legt bij Go Ahead. En Hendricks voor een spits met zijn kwaliteiten. Zo'n kans, 1-op-1. Alle tijd om een hoek uit te kiezen. En het eindigt in 1-1. Een fluitconcert zegt alles. Het ene gelijkspel wordt met gejuich, met een staande ovatie ontvangen door de supporters. Dat was zo tegen NEC het geval. Maar vandaag speelde Go Ahead niet goed. En is er dus een fluitconcert na het gelijkspel tegen Volendam.